Aan tafel Tom-Jan Meijers en Premra de Kiesjong. We gaan het hebben over Marleen Bart. Zij trad vandaag na een bedelactie om lagere huur en een omstreden vakantie naar de Malediven af als fractievoorzitter van de Sociaaldemocraten in de Eerste Kamer. De fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, Marleen Bart, treedt per direct af. In korte tijd raakte mevrouw Bart in opspraak omdat zij zich met de financiële afwikkeling van de baan van haar man bemoeide. Hij, Jan Hoekema, was tot begin 2017 burgemeester van Wassenaar. Toen hij aftrad, sloot hij een geheime deal met de gemeente, waardoor hij niet 80, maar 100% van zijn loon kreeg als wachtgeld. In die periode probeerde Bart korting te krijgen op de huur van de ambtswoning. En eergisteren was ze vanwege een vakantie afwezig bij het belangrijke donor. Debat in de Eerste Kamer. Wat daarbij ook een rol speelde was de bepaald luxueuze bestemming van de vakantie. Het echtpaar Hoekema Bart zit op de Malediven. Partijleider Asscher zegt haar vertrek te begrijpen. Ja, maar we praten niet alleen over Marleen Bart, maar ook over de Partij van de Arbeid, die de voorzichtige nieuwe glans, dankzij onder andere een zelfverzekerde Lodewijk Asscher, de laatste maanden zonder hulp van buiten wist weg te poetsen met de affaire Moorlach en nu dus Bart. En dan staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur en bovendien de stemming voor de donorwet van Pia Dijkstra is dinsdag. Het wordt daar ongemeen spannend, elke stem zal tellen en het is nu 50-50, zegt de kiesraad, of de opvolger van Bart qua formaliteiten dan al is geïnstalleerd. Bart had overigens ja gestemd en dat is haar opvolger Wouter van Zandbrink ook van plan. Maar het is dus maar de vraag of hij de kans krijgt om ja te zeggen. Dat moeten we afwachten. De PvdA zegt hiervan overigens dit. Die zeggen, ja kijk, het kan, als er geen meerderheid is voor die wet, dan zou dat zonder Wouter ook niet zijn geweest. Maar het is kiele-kiele toch? Het is kiele-kiele. Overigens verwacht ik dat die wet het net gaat halen. Maar het is kiele-kiele. En het zou goed zijn als hij erbij is. En het is natuurlijk verschrikkelijk slordig. Als het niet lukt hem er op tijd bij te hebben. Dat vergt overigens dat Marleen Bart op tijd haar ontslagbrief opstuurt. En ik begrijp dat dat tot voor kort voor de uitzending nog niet was gelukt. Wij belden vlak voor de uitzending met de voorzitter van de Eerste Kamer. Die is nog steeds in afwachting van de ontslagbrief. En die vroeg zelfs of ik zou willen zeggen, mevrouw bij deze dan, of zij dat alsjeblieft wil doen. Want anders is er inderdaad een Partij van de Arbeid. Ik hoop dat ze het niet stuurt. Haar laatste bijdrage aan de Sociaal Democratie. Alles doen om die orgaanroofwet tegen te houden. Oh, okay. En die orgaanroofwet is een verschrikkelijke schending. Ik heb naar je... Dit is niet het onderwerp van gesprek, maar maak je zin even af. Het is een orgaanroofwet. En er is geen tekort aan orgaan. Er is een tekort aan mensen die willen accepteren dat ze dood moeten gaan. En nu gaat de overheid mij organen roven als ik niet eerst een papiertje onderteken. Het is een schande, die wet. Dus ik roep alle mensen op om alsjeblieft tegen te stemmen. Want the way to hell is paved with good intentions.